Het is de eerste van de laatste wedstrijden van de heenronde. En Mechelen is één club die vanuit het midden peloton play-off 1 nog mag ambiëren. Lokeren kan dus door vandaag te winnen daar komaf mee maken. Dit zijn de 11 van Maas met nog altijd Alexander Scholz. Maric revalideert. Hij was heel goed in Brugge en misschien vandaag heel belangrijk omdat Harbawi geschorst is. Ik heb het over Nil de Pauw en de vervanger van Harbawi vanavond is Junior Dutra. Mechelen dan, daar zit de jongste weken regelmaat in door de strafschoppen van Seth de Witte. En Wilson Kamavuaka zorgt voor stabiliteit. Het is de eerste keer dat Benjamin Mokulu tegen zijn ex-club speelt. De scheidsrechter is Jury van de Velde. Zwart welke kant, jullie blijven, jullie starten. Oké, okay, goede wedstrijd. In de vooravond heeft het gestortregend in de buurt van Antwerpen tot in Lokeren. Hier is Van Naken. Overmeire, Galicios met Diabang. Overtreding van Boubacar Diabang. Vrije trap voor Lokeren met Ayanda Batosi. Kan link worden. Heel druk op de rand van de 16. Daar is Batosi. En uitstekend, want doelpunt. Jeremy Taravel. Happy birthday. Die zit met een jarige. Kan link worden, het werd link. En een zeer vroege voorsprong voor Lokeren in minuut 2. De derde van het seizoen van Jeremy Taravel. Heel goed gegeven van Patosi. En Mechelen in de problemen. Daar zit Copa. Ongewoon. Hij moet het even goed bekijken. Er komt nu een Mechelse vrije trap. We zitten in minuut 5. Met de Witte. Hard door het midden. Maar te hoog. Komt hij met de voorzet. Via de rug van de Pauw. Diabang kopt. En niet ongevaarlijk. Dutra. Hij houdt die bal in het centrum. Trekt veel volk naar zich toe. Probeert dan een schotje. De reactie van Persoons. En het lossen van Tommy Paczowski. Eerste gevaar na de openingsgoal aan die kant. Wat heeft hij in zijn gezicht gehad? Misschien wel de bal. Dutra verrast met die trap. Paczowski die lost en dan komt die bal allicht in zijn gezicht via de linker van Koen Persoons. Dat was het. Corner Lokeren. Batosi. De man met de magnifieke rechter. 21ste minuut. Door koppen van Aken. En het schot dan. En de goal van Nil de Pauw. En of hij belangrijk is. Het is de afvallende bal die voor zijn linker terechtkomt. Speelde een uitstekende wedstrijd in Brugge vorige week. Via Van Damme, Nil de Pauw en dan onder Paczowski door. Een bal die misschien wel te pakken was. Het is 2-0 voor Lokeren. En dat is dan heel vroeg een kloof. Paczowski was misschien meer bezig met Koen Persoons dan met wat komen zou. Twee goals na een standaard situatie. Dus weet Mechelen allicht hoe laat het is. Toch Dutra met heel veel ruimte en vrijheid. Kopte over. Van Damme die dacht Cordaro snel te lanceren. De bal komt bij Patosi. Schot naast. Allicht het laatste van deze eerste helft. Hij was betrokken bij de twee goals tot nu toe. Stand bij de rust is 2-0. Van Damme en de stormen eraf en Rits en Jonker erop. Zo gaat Van Veld over het proberen na de pauze. Van Aken, mooi. En nu nog een paas en de goal van Junior Dutra. Het is wat anders dan Hamdi Harbawi, maar hij werkt uitstekend. En de combinatie van voetballers die Lokeren nu voorin heeft met Patosi en De Pauw en Dutra. Dat zorgt toch voor ander voetbal.
Al zie je duidelijk de locuspatronen en blijf je ze zien. Meester en leerling, ze vinden elkaar. Knappe actie van Van Aken. Binnengekopt door Sergio Junior Dutra. Bartosi flirt met de buitenspelval. Otoi zoekt het bij Dutra. Taravel. Dutra. Van Aken, Bartosi. En heerlijk voetbal en Neil de Pauw naast. Over hoeveel stations was dit een aanval? KV Mechelen van de kaart getikt. Balverlies van Taravel. Maar lang hoeft dat niet te duren, blijkbaar. Ze laten steekjes vallen en die zijn even snel weer opgeraapt. Een vrij compleet Lokeren hier vanavond met Dutra en De Pauw en Dutra. En in het centrum persoons Junior Dutra, 4-0. KV Mechelen opgerold voor Barry Coppa. En de zijne is het in de handtas of op zijn Vlaams in de sacoche. Genieten daar. Want de mannen spelen heerlijk combinatievoetbal tegen een Mechelen dat al geveld is. En op de knieën ligt, is het natuurlijk een stuk makkelijker. Tweede van Dutra van de avond, 4-0. Een moment van groot amusement. Gomsi en dan Diapang en dan Galicios gretig. Ja, mooie lop nog. En Pachowski houdt de bal uit zijn doel. Dit is een hele mooie. De stiel, de stift en dan Pachowski. Georgios Galicios met nog 20 minuten te spelen. De witte voor Gomsi. Blijft lastig voor Mechelen om uit te voetballen. Lokeren zet ze hoog genoeg vast. Van de Velde geeft voordeel. Persoon speelt naar Bartosi. Bartosi naast. Lokeren nog gretig. Maar tegelijkertijd zijn er ook wel een aantal die naar hun tweede adem zoeken. Valt er nog iets te halen voor Mechelen, is de eer nog te redden. Dat kan altijd. Hier is Mats Rits. Daar. Jonker. Half mis. En dan Coppa. En een opstootje met, Bateau. En om een of andere reden staat alles plots op scherp. Ondanks de 4-0. Geel voor Taravel en Sheldon Bateau. Hierom Bateau tegen Coppa. En dan dansen de poppen. Corner van Rits. Einde van de match. Hoeft het nog gezegd. Verdiend en mooi gewonnen door Lokeren met 4-0.